Gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat onze eigen predikant, dominee Van der Ree, ons voor. We lezen uit de Bijbel, uit Psalm 55. En Gods woord zal worden verkondigd onder het thema vleugels. Namens de kerkraad nog een aantal mededelingen. Vrijdag 1 december aanstaande hopen Arthur van Dijk en Wendy de Kroon te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de hervormde kerk van Echteld om 3:30. En dominee Van der Ree hoopt daarin voor te gaan. Toekomstig adres van het bruidspaar is Groenplaats 8 in Veenendaal. Dat is wijk 4. Meer informatie kunt u ook vinden op de zondagsbrief. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerstacties van de diaconie. Voor onze eigen gemeente. Het betreft onder andere de kerstattenties die jaarlijks door de jongeren van Deo Juvante en Pro Christo worden bezorgd bij de leden van 75 jaar en ouder. We hopen weer op goede ontmoetingen tussen jong en oud. De bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk en kunt u op de bekende wijze overmaken. Tot zover de mededelingen. We gaan nu samen zingen, Psalm 147, vers 6. En de kerkenraad wens u en jou gezegende eredienst. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met Psalm 116 gaan zingen over de liefde die wij mogen hebben tot de Heere God, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad
en ons wil gadeslaan. Ook als we uitgeteerd zijn, geestelijk opgedroogd, dan ziet Hij op ons neder. En zo mogen wij met vreugde in het huis van de Heere gaan en hier als gemeente bijeen zijn. Laten we zingen uit Psalm 116, de versen 1, 4 en 11. Gemeente, wij luisteren nu naar de wet van de Heere die Hij ons gegeven heeft, opdat we ons leven daarna richten. Dan zullen we ontdekken dat wij dat in eigen kracht niet kunnen, maar de kracht van zijn geest daarbij nodig hebben. En die geest heeft Hij uitgestort op het Pinksterfeest, opdat wij daarmee vervuld zouden zijn en tot eer van Hem zouden leven. En wij willen met elkaar dan zingen uit Psalm 25, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Hij is de God die verlost. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen,
Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze voorbeden denken aan zuster Van Hunnik van de Emmerschans 68. Zij heeft haar pols gebroken en verblijft daarvoor voor revalidatie in de Engelenburg op kamer 6. Wij bidden voor onze broeder J.W. Schuurman van de Weverij 38. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. In het ziekenhuis is gebleken dat hij een onstabiele bloeddruk heeft, waardoor een operatie aan de aneurysma niet meer mogelijk is. En daardoor ontstaan er ook herseninfarcten. En wij willen in onze voorbeden denken aan broeder Van Bruksvoort van de Vondellaan 23. Hij is vrijdag getroffen door een ernstig herseninfarct en hij verblijft daarvoor in het ZGV te Ede. Laten wij bidden en danken. Heren, wij heffen onze ziel op, God der goden, tot u. Als we tot u bidden, heren, dan concentreren we ons, dat proberen we althans, om bij u te zijn.
om onze gedachten naar u toe te brengen. Om als schepselen van u, bij u de schepper van al wat leeft, de toevlucht te zoeken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij op deze morgen samengekomen zijn hier in de kerk en ook thuis. En dat we bij u mogen schuilen. Heren, dat zal de boodschap zijn van deze dienst. Dat u een toevlucht bent voor allen die tot u de toevlucht nemen. Heren, wij bidden u. Wilt u in deze dienst uw woord aan ons bekendmaken? Uw belofte. En geef, Heren, dat we zullen inzien hoezeer wij ook aangewezen zijn op uw belofte en op uzelf, Heren God. Dat wij zonder u niet kunnen leven en ook niet kunnen sterven. Maar dat u, Heer Jezus, met armen gespreid op ons wacht. En ons ook weer opnieuw wilt verwelkomen. Om uw genade, om uw liefde en trouw. En Heere, dan is het al een teken van die genade van u en van uw liefde en uw trouw dat wij hier vanmorgen samen zijn in uw huis. Wij danken u dat we dat van u ontvangen. Een moment ook om rust, tot rust te komen van onze dagelijkse bezigheden die ons zo in beslag kunnen nemen. Maar hier in uw huis, Heere, mogen wij schuilen bij u en tot rust komen en de vrede ontvangen die bij u vandaan is. De vrede die alle verstand te boven gaat. Heere, wij danken u daarvoor en geeft u ons ook rust om met aandacht vanmorgen in de kerk te zijn of thuis de dienst mee te beleven. Wilt u geven, Heere, dat we de gang van de liturgie meemaken vanmorgen? Dat we antwoorden naar u toe met ons zingen. Dat het ook echt een antwoord mag zijn waarin ons hart meekomt. Dat we uw woord ontvangen als een kostbaar geschenk, zoals het vanmorgen gebracht mag worden. En Heere, wilt u uw dienaar dan ook alles geven en wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest om dat te doen? En wilt u geven, Heere, dat we zo onze dienst aan u vorm mogen geven, tot eer van uw heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heere, wij bidden ook voor elkaar. Wij bidden, Heere, voor hen die te maken hebben met ziekte en zorg. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u zijn bij hen die dat al heel lange tijd hebben? Als we niet op krachten zijn, als we ons zwak voelen en het maar niet verbeteren wil. Heere, weest u onze troost en onze hulp in benauwdheden. En Heere, wij willen u dan ook bidden voor zuster Van Hunnik, die haar pols gebroken heeft en nu voor revalidatie in de Engelenburg verblijft. Heere, wilt u haar herstel geven? Wilt u het zo maken, Heere, dat ze ook weer huiswaarts kan keren? En weest u bij haar, ook bij het klimmen van de jaren, Heere, dat haar verwachting van u mag zijn in alle dingen. Heere, wij bidden u voor broeder Schuurman, die thuis kwam uit het ziekenhuis. Ook omdat er in het ziekenhuis eigenlijk niets meer te doen is voor hem. Heere, wilt u zich over hem ontfermen? Wilt u hem en ook alle die om hem heen staan, zijn vrouw en kinderen nabij zijn? En Heere, wilt u het zo maken dat onze broeder zich ook geborgen mag weten in uw hand, Heere? Dat hij zich aan u verbonden mag weten. En wilt u zich over hem ontfermen en geef dat hij zijn hoop mag stellen op u, Heere Jezus, U bent immers de overwinnaar van ziekte, van zonde, ja zelfs van de dood. Heere, geef dat de ogen van onze broeder gericht mogen zijn op u.
Wij bidden u, Heere, voor broeder van Bruksvoort, die zo plotseling getroffen werd door een herseninfarct en nu in het ziekenhuis in Ede verblijft. Heer, hij is er ernstig aan toe en u weet er vanaf. Wilt u zich over hem ontfermen? Wilt u voor hem zorgen, Heere, en dicht bij hem zijn? En geef dat er verbetering mag komen, herstel mag komen. Heere, wij leggen dat in uw hand en wij smeken u dat, ook in de wetenschap, dat het allervoornaamste is dat u zelf meegaat. En u zelf er bent voor hem. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven. Aan ons vanmorgen hier in de kerk, maar ook aan uw kerk wereldwijd. Want niet alleen hier wordt uw naam verkondigd. Op zoveel plaatsen mag dat gebeuren. Op zoveel plaatsen gebeurt dat ook op een bijbelgetrouwe manier. Waarbij uw woord het is dat zeggingskracht heeft en dat centraal staat. Heere, wilt u rijk werken met uw woord in deze wereld en laat uw woord ook zijn loop mogen hebben. En wilt u een ieder zegenen die door u in dienst werd genomen om dat woord te verkondigen en verder te brengen. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan degene die in deze dienst een taak hebben. Aan uw zegen is alles gelegen. Als we spelen op het orgel, als we dienen als koster, de mensen van de techniek, degene die oppassen op kinderen die straks de parel zullen leiden. Heere, wij hopen op u. Wilt u ons vervullen met uw geest? Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, zouden jullie wel willen kunnen vliegen? Ik heb een plaatje meegenomen van zo'n mooie vogel. Want ik bedoel niet in een vliegtuig vliegen, dat is natuurlijk ook heel bijzonder, hè, als je in een vliegtuig vliegt. Maar zou je willen kunnen vliegen als een vogel? Als een duif bijvoorbeeld. Dit is een duif. Een duif die kan heel goed vliegen. Dat kun je al wel zien, hij heeft van die sterke vleugels. Daar hangt hij een beetje onder. En ze kunnen wel meer dan 1000 kilometer per dag vliegen. Dat is helemaal vanaf hier naar Zuid-Frankrijk. Een heel eind weg, 1000 kilometer. Zou je dat wel eens willen doen? Stel je voor dat jij net als zo'n duif vleugels had. Dan kon je straks, als de kerk uit was, opstijgen en gaan vliegen. Weet je wie dat ook ooit wilde? David. Wij gaan vanmorgen een psalm lezen, jongens en meisjes. Een lied dat David gemaakt heeft, waarin hij dat ook schrijft. Hij schrijft, ik zou wel vleugels willen hebben. Ik zou wel willen wegvliegen, zoals een duif. Want David heeft grote problemen. Hij zou wel bij zijn problemen vandaan willen vliegen. Er zijn vijanden die hem kwaad willen doen. Ze zijn oneerlijk tegen hem. Ze pesten hem. Gemene lui, eerst waren het zijn vrienden, maar nou niet meer. Nou zijn het zijn vijanden en David zit in het nauw. En het is zo erg allemaal dat hij zegt, Heere God, had ik nou maar vleugels, dan kon ik vliegen. Maar ja, hij heeft geen vleugels natuurlijk en jij en ik ook niet. Een duif die heeft vleugels. Nou ja, jongens en meisjes, we gaan vanmorgen ontdekken dat je eigenlijk toch kunt vliegen. Ja, niet echt. Maar dat je kunt vliegen naar de Heere God toe, als je het moeilijk hebt. Je kunt gaan bidden. Dan vlieg je in gedachten naar hem, naar de Heere Jezus. En dan mag je hem vragen, wilt u mij helpen? Heere Jezus, red mij, verlos mij. En weet je, de
De Heer Jezus, die hoort dan je gebed. Wie naar hem toe vliegt, die mag ook bij hem schuilen. Zoals een kuikentje schuilt onder de vleugels van de moeder. Zo mag je schuilen bij hem. Meten, wij gaan lezen Psalm 55. En we zingen daarna ook die psalm. De melodie is niet zo bekend. En daarom heb ik maar gewoon 4 coupletten opgegeven. Dan leren we hem meteen. Psalm 55, vers 4, 5, 10 en 13. En luistert u ook goed naar de organist. Die zal ons daarin meenemen, uiteraard. Psalm 55, 4, 5, 10 en 13. Nadat we hebben gelezen uit deze psalm. Een onderwijzing van David voor de koorleider bij Snarenspel. O God, neem mijn gebed ter oren, verberg u niet voor mijn smeken. Sla acht op mij en verhoor mij. Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun vanwege het schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. Want ze storten onrecht over mij uit. In toorn haten ze mij. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. Daarom zeg ik, och, gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik kon blijven. Ik zou ver wegzwerven. Ik zou overnachten in de woestijn. Ik zou me haasten, zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm. Verslind hen, heren, verwar hun taal, want ik zie geweld en oneenigheid in de stad. Die omringen haar op haar muren, dag en nacht. Onrecht en onheil zijn binnen in haar. Enkel verderf is binnen in haar. List en bedrog wijken niet van haar plein. Immers, het is geen vijand die mij hoont. Anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft. Anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke. Mijn leidsman en mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. Wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen. Laat hen levend in het graf neerdalen. Want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste. Ik echter, ik zal tot God roepen. En de Heere zal mij verlossen. 'S avonds en 's morgens en 's middags zal ik klagen en kermen en hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij. Want met velen waren ze tegen mij. God zal horen en hen vernederen, hij die van oudsher troont, omdat bij hen geen enkele verandering is en ze God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had. Hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Maar u, o God, u zult de mannen van bloed en bedrog doen neerdalen in de put van het verderf. Ze zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken. Ik echter vertrouw op u.
Na het amen van de preek zingen we Psalm 56, daarvan het vierde en het zesde vers. Met het thema voor de preek is vleugels. We letten op een drietal versen met name uit deze psalm, psalm 55. Allereerst vers 7. Daarom zeg ik, och gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Dat is de eerste gedachte, duivenvleugels. Dan ook vers 17. Ik echter, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. Dat zijn gebedsvleugels, dat is de tweede gedachte. En dan ook vers 23. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En dat is de derde gedachte, Gods vleugels. Gemeente, herkent u het wat David in deze psalm voelt? Deze psalm zit vol met emotie, dat zult u wel gemerkt hebben. Herkent u het dat je zou willen wegvliegen? Dat je vleugels had, zoals een duif dat kan doen. Dat hij in één keer opspringt en hij klapwiekt wat. Dat kan je bij zo'n duif soms horen. Dan klapwiekt hij wat. En dan opeens schiet hij de lucht in en weg is hij. Weg van waar hij was, weg van het gevaar. En je landt pas weer op een plek waar het veilig is. Onze meisjes, we hebben thuis een hond. Dat is een jong dier en als je hem uitlaat, dan kan het gebeuren dat hij opeens een ruk aan de riem geeft, want dan ziet hij ergens, niet al te ver weg, een paar duiven zitten. En dan wil hij erop af. Dat zit in dat beest. Maar hij is ook altijd te laat. Want voordat hij bij ze is, dan zijn die duiven al opgevlogen. Dat doen ze automatisch. Dat is in een fractie van een seconde is dat gebeurd. En dan zijn ze al verdwenen. Dan vliegen ze weg en even verderop zie je ze, dan zitten ergens hoog in een boom, veilig. Zo gaat dat met duiven. Als ze schrikken, dan vliegen ze op. En wij mensen? Nou ja, psychologen die kunnen u dat haarfijn uitleggen hoe dat bij ons mensen werkt. Als wij mensen met plotseling gevaar worden geconfronteerd, als er iets gebeurt en de angst die slaat over je heen, ja, dan reageer je vaak op drie verschillende manieren. Dat is wat je brein dan doet. In een fractie van een seconde. Je wilt vechten. Of je wilt vluchten. Of je gaat bevriezen. Bevriezen, dan sta je als het ware opeens aan de grond genageld. Je kan geen stap meer zetten. En je ziet het gevaar. En je doet helemaal niks. Verlamd van schrik, letterlijk. Maar het kan ook zijn dat je gaat vechten. Ik las het verhaal van een echtpaar dat in heel mistig weer in een kettingbotsing was terechtgekomen op de snelweg. In een fractie van een seconde waren ze op een voorligger geklapt. En achter hen kwam een andere auto en die reed bij hen erop. En weer een andere auto daarachter. En steeds weer zo'n doffe klap van een enorme kettingbotsing. En de man die achter het stuur zat, die begon tegen meteen, het moment dat het gebeurd was, tegen de ramen aan te bonken. En met kracht probeerde die ze open te breken en de deur open te doen. Dat ging niet. En naast hem was brand uitgebroken en ze waren vreselijk bang. En die man maar harder slaan tegen het raam. Tot er opeens een man met een brandblusser stond op een motorkap. En die sloeg eerst met die brandblusser hun voorruit in. En toen ging die de brand naast hen blussen. En de bestuurder van die auto die kroop meteen zodra dat raam kapot was eruit. En toen keek hij naar binnen en toen zag hij zijn vrouw zitten. En die zat als verstijfd in de stoel. Bevroren. Ja, en dan is er nog zo'n reactie. Dat je wilt vluchten. Gemeente, dat komen we tegen in Psalm 55 bij David.
Het plotselinge gevaar dat David daar omringt. Hij zit er middenin. En de schrik die slaat hem om het hart. Hij hoort het geluid van zijn vijanden. En het jaagt hem zoveel angst aan, vers 4. Ze schreeuwen, ze storten onrecht over me uit. In toorn haten ze mij. En ze komen op me af. Ja, en waren het nou maar gewone vijanden? Kijk, gemeente, als je Davids leven erop naslaat, dan zijn er heel wat momenten geweest waarop David met vijanden te maken heeft gehad. Dat begon al bij Saul, koning Saul, die toen David gezalfd was als koning, hem op de hielen zat en hem om wilde brengen. En David heeft keer op keer slag moeten leveren tegen de Filistijnen. Maar dit keer is het nog anders. En misschien dat wel extra beangstigend is, waardoor hij zich nergens meer veilig kan voelen. Want het is iemand uit zijn eigen kring die zich tegen hem heeft gekeerd. Vers 14. U bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman, mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. We wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. Het is dus iemand met wie David, zeg maar, ja, altijd onderweg ging naar de kerk. Nou, voor hem de tempel, voor ons de kerk. Dat je onderweg bent en je wandelt samen op en je hebt onderweg goede gesprekken. Op de terugweg heb je het toch over de preek en over de dienst. En je gaat vertrouwelijk met elkaar om. Je hebt elkaar leren kennen. En dan opeens, dan keert die persoon zich tegen je. Weet, heeft u dat wel eens meegemaakt? Dat een goede kennis of een vertrouwd familielid of een fijne collega, dat hij zich opeens tegen je keert. Dat hij opeens kwaad over je spreekt, je onrecht doet. Dat die persoon misschien mooie woorden heeft, maar ondertussen, vers 22, zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. Er zit iets gemeens in. Je zou zomaar meegaan in wat de ander zegt. Boter en olie. Maar het keert zich opeens tegen je. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Weet je, wat kan dat pijn doen? Kun je dan verontwaardigd voelen? Bedrogen, verraden? Door iemand waarvan je het nou echt niet had gedacht. David maakt het mee. Iemand met wie hij zo vertrouwd was. Gaat het misschien om Absalom? Zijn eigen zoon die hem naar de kroon wilde steken? Het zou kunnen. Maar we weten niet wat de aanleiding is van deze psalm. Hoe dan ook, David heeft het doodsbenauwd, letterlijk. Want die ene persoon die is ook niet maar in zijn eentje. Nee, gemeente, hij staat aan het hoofd van nog veel meer vijanden. En ze hebben David omsingeld. En met de woorden van vers 6, vrees en beven zijn over hem heen gekomen. Huiver bedekt hem. En wat doet hij dan? Nou ja, dan wil hij vluchten. Dat is zijn eerste reactie. Had ik nou maar vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Ja, gemeente, soms zou je toch gewoon even weg willen vluchten, of niet? Weg bij al je problemen, bij al je financiële zorgen, bij al je sorens om je gezondheid of om de gezondheid van een ander. Dat je er even uit kon breken en dat je even een moment onbezorgd zou zijn. Soms zou je toch willen wegvluchten als de dokter tegen je zegt, meneer, mevrouw, ik heb geen goed nieuws voor u. Als je zoon je opzoekt en komt vertellen, pa, het gaat niet goed met ons, we gaan scheiden. Of je dochter, ma, ik wil je laten weten, het gaat niet goed met mijn zwangerschap. En je schrikt. En je zou wel weg willen vluchten dat het niet waar was. Dat het er gewoon niet was. En jij jongeren, misschien herken je het ook wel. Dat je wil wegvluchten. Dat kan ook in het kleine. Dat je app opent van school en je ziet weer een 2 gehaald.
voor dat vak wat je echt moet ophalen. En de schrik slaat je om het hart en je hebt de neiging om alles erbij neer te gooien en weg te rennen en weg te wezen. Ja, gemeente, misschien wilt u het ook wel als je kijkt naar onze wereld van vandaag, waarin we leven. Dat je zou willen vluchten. Al die ellende, al die pijn, al dat verdriet van zoveel mensen. De Bijbel die heeft er een antwoord op. Hoe komt het dat wij daarnaar verlangen? Weet je, hoe komt het dat in ons zit, dat je weg zou willen wezen? Weet u, dat heeft te maken met het verloren paradijs. David in deze psalm, die leidt aan een verloren paradijs. Daarom is deze psalm er. En als wij het hebben, dan leiden wij ook aan een verloren bestaan. Een bestaan waar je eigenlijk naar verlangt. En dat zit in ons allen toch. Waarin het helemaal goed is. Waarin het helemaal vrede is. Waar je niet bang hoeft te zijn. Maar dat bestaan is er niet meer. Voor niemand van ons. En David ervaart aan den lijve dat het er voor hem ook niet is. En hij wil wegvliegen. Vers 9, ik zou me haasten zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm, zo'n keiharde windvlaag die de tentpinnen van je bestaan losrukt en alles wankelt. Gemeente, dat is ons aardse bestaan. En dat is zo geworden omdat wij mensen God hebben verlaten. Omdat er een diepe kloof is gekomen tussen hem, onze schepper, en ons, zijn schepselen. Een kloof omdat wij eigenlijk tegenover God gedaan hebben en nog dagelijks doen wat die bekende van David hem aandoet. We hebben God verraden. We hebben het verbond met hem verbroken, ontheiligd. In het paradijs liepen Adam en Eva samen met God op. Geschapen naar zijn beeld. De tuin van Eden, gemeente, dat was ja, als een tempel zonder grens. Een plek waar je als mens je schepper mocht loven en prijzen. Onbezorgd, in volkomen vrede, maar toen hebben ze het verbond met God ontheiligd. Toen bleek hun mond gladder dan boter en hun hart wilde strijd. Toen werden hun woorden zachter dan olie, maar het waren getrokken zwaarden om tegen God op te staan. En gemeente, als u uw hart kent, dan weet u dat er nog altijd in zit, of niet? Kent u uw hart? Heb je dat onderzocht? Kent u uw zonde en uw ellende? Je gescheiden zijn van God, want dat is het. In ons zit die onbedwingbare neiging om hem te vergeten. Om inderdaad die kloof in stand te houden. Hij aan de ene kant en wij hier en we hebben hem niet nodig. En je leeft langzaam heen. En dan ga je eigen weg en je dwaalt voor de zoveelste keer af. Mag ik u vragen, broeders, zusters, waar bevindt u zich op dit moment ten opzichte van God? Bent u aan hem verbonden? Leef jij met een open hart naar hem toe? Of zit je heel ergens anders? Ben je hem kwijt? Of andersom, is hij u kwijt? En zonder God, gemeente, dan ga je denken, want er blijft dan niks anders over. Als dan de angst je om het hart slaat, had ik nou maar vleugels. Duivenvleugels. Daar zou ik een flink eind mee vliegen. Daar zou ik het een tijd mee uithouden. Ja, hoe zegt David dat in vers 7? Waar naartoe? Naar waar ik blijven kon.
naar waar ik me veilig zou wanen, zo zongen we net. Ik zou overnachten in de woestijn. De woestijn. Dat is nou ook niet echt aantrekkelijk. Maar ja, als je daar veilig bent, bij al je vijanden vandaan. Maar ja, gemeente, wij hebben geen vleugels. Je kunt er niet zomaar uitbreken. Die zonde, die ellende, gemeente, die houden ons gevangen. David weet dat natuurlijk ook wel. Het is eigenlijk dwaas om in je gebed te vragen aan de Heere God. Heere God, had ik maar duivenvleugels. Hoe kom je erop? Maar er is wel redding. Verlossing. Want dan komen we bij het tweede, gebedsvleugels. Ik zei al, er zit heel veel emotie in deze psalm. Je voelt de boosheid, je voelt de angst, de verontwaardiging. Zijn ontreddering. David beeft als een rietje voor wat er komen gaat. Maar dan opeens spreekt hij zichzelf toe, vers 17. Ik echter, je kunt ook vertalen en ik, vraagteken. Wat doe ik nou? Als het er zo voor staat, als die vijanden zich met macht en kracht tegen mij verzetten. Wat doe ik? Ik zal tot God roepen. En meteen erachteraan. En de Heere zal mij verlossen. Meneer David gaat bidden. Tot God roepen. Het is alsof hij hier opeens bedenkt, maar ik heb eigenlijk wel vleugels. Zodra zijn allereerste schrik met bijbehorende reactie geweest is, komt het bij hem binnen. Zoals dat bij ons ook kan gaan. Eerst schrik je enorm. Ja, en dan ga je nadenken. Hoe erg is het? Hoe kan ik helpen? Wat kan ik doen? Gemeente, voor David betekent het dat hij gaat bedenken dat God er is. En dat is de weg die we nou als gelovigen mogen gaan. Dat is de weg van het geloof. Dat je nou steeds weer daar terugkomt. Maar er is een God. Een Heere in de hemel. Dat je met hem rekent. En het instrument, gemeente, om dan naar hem toe te gaan. Je vleugels. Dat is het gebed. Er is een manier. Om uit al onze ellende. En al onze zonden. En al onze narigheid te vluchten. Om even erbovenuit getild te worden. En iets te mogen ervaren. Van vrede, van kracht, van rust. En dat is als je bidt. En dan doet David dat niet één keer. Hij doet het eigenlijk de hele dag, 3 keer daags. Hij heeft het over 's avonds. U weet, de Joden die beginnen te tellen bij de avond, bij de nieuwe dag. Als de zon onder is, dan begint de nieuwe dag. Dus in die volgorde staat het hier 's avonds, 's morgens en 's middags. Vers 18. Maar doen wij dat ook? Hoe is het met uw gebed? Heeft u een levend gebedsleven? Gaat het van harte? Is het een onmisbaar onderdeel van je leven? En leef je met God of niet? Weet je, wat kan het soms dood zijn in ons gebedsleven? Wat kan de duivel daar zich ook op richten? Onze vijand. Dat niet van de grond komt bij je. Om je handen te vouwen, je ogen dicht te doen. Ja, misschien doe je het wel, maar dan is het zo plichtmatig. Je vergeet het misschien ook vaak. Of je bidt en je gedachten dwalen af. Weet je wat David hier doet? Hij neemt zich voor om 3 maal daags te bidden. Dat is wat hij moet doen. Ik ga de Heere smeken. Ik ga tot hem roepen. En misschien deed hij dat daarvoor ook wel. Maar het kan ook best zijn dat er bij David ook de klad in was gekomen. Dat hij iets weer opnieuw bedenkt. Dat moet ik doen. Dat heb ik nodig. Want ik kan niet zonder God. Dan wordt het niks, dan ga ik verloren. Hij weet dat hij daarvan mag verwachten. Ja, niet van zijn gebed zelf.
Laat dat misverstand niet bij ons ontstaan. Het is niet zo, gemeente, dat God je alleen dan hoort als je op de goede en de volmaakte manier, zoals hij het wil, precies bidt. Gelukkig maar niet. Maar David weet, ik mag het verwachten van hemzelf. En de manier om dan bij hem te zijn, dat is door in gebed te gaan. Want als je bidt, bedenk dan allereerst met wie u in contact bent. Namelijk met de levende God. Hij die volkomen heilig is, de schepper van hemel en aarde en die in zijn Zoon Jezus Christus ook genadig is. Als je bidt, gemeente, bedenk dit eerst. Met wie u in gesprek gaat. Dat het die God is. Die Heere die naar je luistert. Omdat hij zijn naam heeft bekendgemaakt op die manier. Heere, ik zal er zijn. Ik ben er voor u. Ik ben trouw. Omdat zijn naam in de Heer Jezus is Immanuel. Ik ben met je. Die God van het evangelie. Die ook zegt, ook al verraad je mij. Ook al ben jij een ontrouwe. Ik zal me toch niet voor je verbergen. Ik houd me niet doof. Ik luister. Want als u bidt, besef dat het deze God is, tot wie u de toevlucht neemt. Beseft u dat, gemeente? Deze God die zijn belofte gegeven heeft. David kent er een paar van die beloften. Hij zegt het hier. De Heere zal mij verlossen. En hij zal mijn stem horen. Hoe weet hij dat eigenlijk? Hoe kan David dat weten? Er is geen spotje twijfel in. Het is met ons bidden, gemeente, niet maar een misschientje. Zo van, nou ja, misschien dat God me hoort en dat hij er dan ook nog wat mee doet. Maar hij kan ook te druk zijn met andere dingen of dat mijn situatie hem ontgaat, dat ik niet belangrijk of niet goed genoeg voor hem ben. Weet, al die gedachten, die moet u loslaten, want u doet God er zelf mee tekort. U doet hem ermee tekort. David die weet, de Heere zal verlossen. Waarom? Gewoonweg omdat hij dat doet. Omdat er een Bijbel vol is die dat tegen u zegt. Daar mag u op vertrouwen. Daar moet u op vertrouwen. Er is een Bijbel vol die dat tegen je zegt. Bij hem ben je veilig. Toch veilig. Terwijl je zo onveilig voelt. Het dreigende gevaar. Maar bij hem ben je veilig omdat hij verlost en omdat hij luistert. Dat is zijn belofte. Gemeente, wij mogen bidden bij Gods belofte. En wanneer alles je uit handen geslagen is, je zelf geen hulpmiddelen en redmiddelen meer hebt, dan blijft dit over. Is dat het misschien waarom God zijn kinderen soms in die situatie terecht laat komen? Waar David hierin zit. Is dat het waarom u erin zit? Omdat je zo hardleers kunt zijn. Dat je dan pas echt weer beseft. Oh ja, er is een God. Ik zal tot God roepen. 'S avonds, 's morgens en 's middags. Ik moet weer terug. Hij zal mijn stem horen. Gemeente, geloof en gebed, die gaan samen op. En naarmate je er dieper van doordrongen raakt, dat God en Christus, dat je die nodig hebt, dan zul je ook intenser en persoonlijker en eerlijker worden in je gebed. Naarmate het besef in je groeit dat er maar één manier is om verlost te worden. Uit die ellendige wereld en uit de ellende van je zonde en van je zorgen en van alle narigheid, je verdriet. Er is maar één manier, naarmate het besef dieper tot je doordringt. Dan zul je meer gaan zien hoe heerlijk Gods beloften zijn, hoe heerlijk Hij is. Kijk, gemeente, u mag bidden bij de belofte van God.
Als u bidden moeilijk vindt, probeer het dan eens zo. Mag ik u dan raad geven? Dat je gaat bidden bij de belofte van God. Bijvoorbeeld bij zo'n belofte die in de Bijbel staat, dat hij gezegd heeft: ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Of de belofte: vrees niet, geloof alleen. En dan ga je bidden. En ieder die de naam van de Heere aanroept zal zalig worden, dat is er nog zo een. Heerlijke belofte. En daar mag u bij gaan bidden. Als je bidden moeilijk vindt en je vindt de woorden niet, neem dan een tekst uit de Bijbel. En daar hoef je niet lang voor te zoeken. Als je Psalm 55 toevallig hebt opgeslagen, nou, dan ga je lezen en heb je aan vers 17 al genoeg. Ik echter, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. Nou, daar kun je mee aan de slag met je gebed. Daar kun je mee gaan bidden. Dan zeg je in je gebed tegen hem: Heere, dit heeft David opgeschreven en nou heb ik ook verlossing nodig. En dat is hier en hierom. Wilt u mij verlossen? Wilt u dit waarmaken? Er staat hier dat u zult verlossen. Wilt u dat doen? Om Jezus wil amen. En dan heb je gebeden. Wilt u het me bekendmaken? Zodat ik de diepte van die woorden kan zien. Weet je, dat is nou bidden. Dat is bidden bij het woord van God. Met het woord van God. En dan maar gewoon naar hem toe. Kijk, wij zijn gewend om onze handen te vouwen, onze ogen dicht te doen. Nou, dat is een prima gewoonte, zeker ook vandaag, want dat helpt je om te concentreren. Zoek de rust op, maak tijd en bid. Want alleen bij hem is heil en hij is er om je te helpen. Waarom zou je het niet doen? Hij wil je vrede en rust geven voor je ziel. Bij hem is er een plek om te schuilen, want dan kom ik tenslotte bij het derde, Gods vleugels. Het staat niet zo letterlijk in deze psalm, maar in andere psalmen van David wel. Bijvoorbeeld in Psalm 36 of Psalm 57. God heeft vleugels, zegt David. In Psalm 57 staat: in de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. Dat is eigenlijk wat er in vers 23 ook staat. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Er staat een woord, onderhouden, dat zoiets betekent als dat God in alles voorziet en voor je zorgt. In alles wat je maar nodig hebt. Zoals een moeder voor haar kinderen zorgt. Zoals een hen haar kuikens onder de vleugels neemt en hen dekt. Meten bij de Heere, God is een plek waar je schuilen mag. Met al je zorgen en met al je verdriet, met al je onmacht, met al je zonden, met je klein geloof, met je tekorten. Weet je, wat is dat bijzonder? En er is een reden dat Psalm 55 het ons voorhoudt. Werp je zorgen op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Weet u waarom, wat de reden is? Omdat Gods vleugels eigenlijk de uitgestrekte armen zijn van zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Als hij aan het kruis gespijkerd lijdt en sterft in onze plaats. David, die weet dat nog niet, dat zo zal gaan. Maar het zit er al wel in wat hij zegt. Als hij het heeft over Heer, hoofdletters, God van het verbond, die trouw is voor ontrouwe mensen. Werp je zorg op de Heere. Hij zal u onderhouden, gemeente. De reden dat God je zal onderhouden en dat hij je niet terugwijst en dat hij niet tegen jou zegt: ja, maar jij niet. Jij hebt het de bond gemaakt. De reden dat hij het nooit zegt. En nou moet je het maar zelf uitzoeken. Dat is Christus. Om Christus wil niet. Om zijn liefde niet. Zijn gekruisigde armen. Zijn armen die je uitnodigen, die je willen verwelkomen. Kom maar naar mij toe. Bid maar. Ik heb voor alles betaald. Laten het niet meer jouw zorgen zijn,
Maar werp je zorgen maar op mij. Laten het mijn zorgen worden. Laten het niet uw zonde zijn, maar laten het mijn zonde worden. Zodat jij rechtvaardig bent. En dan wankel je nooit. Voor eeuwig niet. Ja, niet rechtvaardig in jezelf. Maar rechtvaardig dankzij zijn rechtvaardigheid. Rechtvaardig verklaard door hem. Omdat hij met je heeft geruild. Hij jouw zorgen en zonden. En jij zijn rechtvaardigheid en leven. Gemeente, onder zijn vleugels ben je veilig. Zoals het gebeurde in de Verenigde Staten. Ik heb het denk ik wel eens eerder verteld. Een bosbrand had boerderijen bereikt. En de bewoners en het meeste vee waren van tevoren in veiligheid gebracht. Maar door de snelheid waarmee het vuur zich had verplaatst, was het de boeren niet gelukt om al het vee van het erf af te krijgen. En zo gebeurde het dat op een zeker moment een boer ging kijken na de brand. En hij maakte een ronde over zijn erf en dat lag er geblakerd en zwart bij. En toen kwam hij bij wat het kippenhok geweest was. En het was niet gelukt om de kippen op tijd in veiligheid te brengen. En daar zag hij de zwart geblakerde overblijfselen van een van zijn hennen. En met zijn klomp draaide die boer dat hoopje veren en dat verbrande vlees om van wat er van nog over was. En wat schetst zijn verbazing opeens? Rond zijn klomp rennen een heel stel kleine kuikentjes weg. Levend en wel. Ze hadden de brand overleefd. Ze waren diep weggekropen in een kuiltje onder de grond. En hun moeder die was over hen gegaan, had de vleugels over hen gespreid. En ze had hen beschermd tegen de hitte en de rook. En moeder hen had het niet overleefd, maar de kuikentjes wel. En in de schaduw van haar vleugels waren ze veilig. Gemeente, Jezus heeft het niet overleefd. Het kon niet zonder zijn offer. Maar hij heeft zich geofferd. Opdat u veilig zou zijn voor de toorn van mensen, voor de toorn van God. En er is een plek voor ieder van ons. Er is niemand die vanmorgen zou moeten zeggen, maar voor mij niet, dominee, nee. Er is plaats voor de grootste van zondaar. Ook al heb je nog zo'n donker en zwart verleden. Ook al heb je er in je leven nog zo'n puinhoop van gemaakt. Ook al ben je nog zo ontrouw. En zie je zoveel tekort bij jezelf. Bij hem is plaats, omdat het Christus armen zijn, die alles hebben volbracht. Zij nodigen je uit, opdat er hoop is, opdat er nieuw leven in je komt. Opdat eenmaal, ook aan deze ellendige wereld, met al zijn vijanden en al zijn verraad, een einde zal komen. Dan zullen de goddelozen, van wie gezegd moet worden met vers 20 dat er bij hen geen enkele verandering is gekomen en ze God niet vrezen, geen bekering, dan zullen alle goddelozen vergaan. De mannen van bloed en bedrog, die zich niet tot God hebben bekeerd, zullen neerdalen in de put van het verderf. Maar ik echter vertrouw op u. Meneer, zegt u dat David na. Maar ik, te midden van al mijn zorgen, al mijn leed, neem ik tot u, Heer Jezus, de toevlucht. En schuil ik bij u. Want daar is het veilig. Daar is het vrede. Daar is het vreugde. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw diepere gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo worden door mij
zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, wat bent u dichtbij. We hoeven maar ons op u te richten en dan zult u verlossen. Dan hoort u onze stem, ons smeken, ons klagen. Heere, wilt u het gebed in ons leven en in het leven van de gemeente vermeerderen, verdiepen, verrijken? U weet, Heere, dat de duivel niet stil zit om ervoor te zorgen dat we er niet toe komen. Hij maakt ons zo druk dat we het vergeten. Hij geeft zoveel gedachten in ons binnenste dat we aan u niet denken. Hij maakt het zo dat ons gebedsleven mechanisch kan worden. Doods. Heere, kom met uw Heilige Geest. Wek ons tot leven. Voor het eerst of ook weer opnieuw. Opdat ons hart zal branden voor u en voor uw dienst en we u zullen toebehoren. Heere, dat u in onze gedachten bent en in onze gedachten komt. Niet alleen maar op die momenten waarop we door schrik worden overvallen, maar ook elke dag, 's avonds, 's morgens en 's middags. Heere, wij danken u dat u uw woord gaf vanmorgen en dat u ons zo ook heel praktisch het leven met u voorhoudt. En Heere, dat is het leven met uw Zoon, met u, Heere Jezus, omdat u ons uitnodigt om uw genade en uw liefde. Heere, wij danken u voor deze dienst. Wilt u met ons meegaan? We gaan straks hier vandaan en dan gaan we naar huis, naar de plaats waar we heen willen gaan. Wees u met hen, Heere, die straks alleen thuiskomen. Wilt u er dan zijn? En Heere, wij bidden u om uw zegen op deze zondag. Dag die we mogen apart zetten voor uw dienst en om juist ook iets van die rust en vrede te mogen proeven en ervaren door te rusten van ons werk. Heere, laat zo deze dag ook een dag vol van betekenis en inhoud zijn. En brengt u ons als gemeente dan vanmiddag weer hier in uw huis. Zegent u dominee Mulder die dan uw woord mag bedienen. Vergeeft u genadig wat niet is geweest naar de eis van uw heiligheid in spreken, in luisteren. Vergeef het ons, Heere, omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Zo bidden wij. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 42, daarvan het derde en het vijfde vers.
Ga heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.